Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. Onze gast van vanavond is een van de grote actrices van de Nederlandse film. Ze won 2 keer een Gouden Kalf als beste actrice. De film Antonia, waarin zij de titelrol speelde, kreeg een Oscar. En in 2009 kreeg ze een Rembrandt Award voor haar hele oeuvre. Een succesvolle carrière dus, al kende ze ook zware periodes. Maar altijd weer vocht ze zich daardoorheen en altijd weer vond ze haar balans. Willeke van Ammerooy is in 1944 geboren in een warm gezin. Een sterke persoonlijkheid die naast een indrukwekkende carrière veel heeft moeten doorstaan. Haar eerste man pleegt zelfmoord en laat haar achter met een dochtertje. Het geluk keert terug met de komst van Marco Bakker in haar leven. In 2008 krijgt ze kanker, maar ook dit overwint ze. Onze gast, Willeke van Ammerooy. Willeke, welkom. Hallo. Hallo. Zeg, staan we hier in Tuschinski? Vlak voor het poseren. Wat betekent deze plek voor je? Ja, altijd film. Altijd premières. En ja, is het toch een stukje van je leven. Ja, er zijn heel veel dingen gebeurd. Ja. Je gaat de hele dag poseren voor 3 kunstenaars. Ik ga met je praten. Heb je iets voorgenomen hiervoor? Van wat voor iemand wil je dat we zien? Nou, vooral Willeke. Ik heb ook geen première jurk aan. Nee. Dat is gewoon je altijd. Dit is gewoon je keukenkleren zijn dit. Ja, dit is mijn klof. Je klof. Maar heb je nog gedacht van, nou ja, ze gaan de hele dag naar me kijken, dan moet ik toch wel een beetje. Nou, ik heb er wel over nagedacht. Ik had dus inderdaad een hele mooie lange jurk aan kunnen trekken als een prinsesje. Toen dacht ik, ja, maar laten we nou gewoon Willeke zijn. Het is een portret. Het is niet dat ik in zijn geheel word geschilderd, toch? Weet je niet? Je hebt gezegd portretten. Ja, portretten. Och, dat krijgen we nou. Het kan ook van alles zijn. Ja. Nee, werkelijk? Ja. Oh, nou, daar heb ik niet meer nagedacht. Nee. Ik dacht portretten. En kunnen ze je zien met rimpels, met tranen, met alles erop en eraan? Of denk je van, dit is mijn uitgaans? Ik weet helemaal niet wat jij van plan bent. Ik ben open en ik merk het wel. Zal de actrice een rol gaan spelen? En belangrijker, kunnen de kunstenaars daardoorheen prikken als dat moet? Cornelis Lemaire heeft een paradijsje gecreëerd op zijn boerderij in Eindhoven. Alles is zelfgemaakt of meegenomen van zijn vele reizen. Hij is een volleerd meester in de schilderkunst. Zelf vindt hij dat wel meevallen, want ja, Rembrandt schilderde beter en sneller. In deze oude drukkerij woont en werkt Gonneke de Haan. Opgeleid als decorontwerpster, maar de schilderkunst bleef trekken. Ze houdt van rimpels en doorleefdheid op haar schilderijen. Kwetsbaar, eerlijk en confronterend noemt ze dat. Haar portretten zijn van een onmiskenbare schoonheid, maar toch, of Willeke er blij mee zal zijn? Elisabeth Jonkers vinden we in haar bovenwoning in Amsterdam. Ze studeerde zowel aan de Koninklijke Academie als aan de Wakkersacademie. Elisabeth schildert weinig details en maakt haar schilderijen vrij plat. Met de explosies aan kleuren en mooie composities heeft ze een krachtige eigen stijl ontwikkeld. Zal Willeke vrolijk worden van haar kleurige portret? De 3 kunstenaars ontmoeten elkaar hier in Amsterdam bij de bekendste bioscoop van Nederland, Theater Tuschinski. Zullen ze een idee hebben wie ze vandaag gaan schilderen? Nog even geduld en dan zal Willeke een paar uur hun model zijn. Nou, Gonneke, Elisabeth en Cornelis, daar staan jullie voor de nog lege doeken. We gaan zo dadelijk beginnen, maar eerst even over de gast. Gonneke, heb jij enig idee wie het is?
Nou, ik dacht van tevoren had ik maar twee ideeën. Maar als jij zegt, hij loopt niet al te lang mee, of zij, dan weet ik het niet. Want ik dacht eerst van Paul Verhoeven of zo, of Rutger Hauer. Ja, ja. Die lopen al wat langer mee, volgens mij. Ja. Dus, ja. Ja, ja, je moet ook niet alles helemaal serieus nemen wat ik zeg. Elisabeth, heb jij enig idee? Nee, ik dacht alleen misschien Carice van Houten of zoiets met de film. He, die even meer, ja, dat zou ik hopen, want die lijkt me heel erg leuk op zichzelf. Ja, ja. Maar nee, ik heb, ja. Nou ja, maar het is wel prijzig. En Cornelis? Ja, ik weet het toevallig, maar dat komt omdat ik de vorige keer de gast heb geweigerd, omdat ik niet zomaar iedereen wil schilderen. En toen heb ik gevraagd of ze mij dat wilden mededelen. Nee, waarom doe je dan niet mee? De vorige keer was het vol balken, die ga ik niet schilderen, kom. Dat vind ik vreselijk. Een sympathiek iemand, toch? Wat een kop. Maar aan wat moet de gast voldoen dat je... Nou, een beetje er moeten schilderijen overhouden, wat ik schilderachtig vind. Wat ik echt de moeite waard vind, want ik moet er veel voor doen. En dan wil ik gewoon niet zomaar een ding hebben wat nergens op lijkt. Nee. Maar het heeft puur alleen maar met het uiterlijk te maken? Of ook met de schilderachtigheid. Ja, en er zijn heel veel mensen... Bijvoorbeeld, ik vind jou heel erg schilderachtig. Oh. Mag ik dat zeggen? Ja, natuurlijk. Nou, ja, nou dat vind ik echt grappig. Dan zou ik graag kunnen schilderen. Maar er zijn mensen die hebben echt zo'n kop. Waarvan ik denk, daar kan ik nou echt niks mee. Oh, maar ik ben wel schilderachtig. Vind ik wel, ja. Nou, dus van het grootste belang dat de gast beantwoordt aan jullie verlangen. Laat de gast maar komen. Is het wel iemand anders? Kan ook nog zijn. Is stiekem iemand anders genomen? Dat zou heel goed kunnen. Ah, oh, wat leuk. Ja. Hallo. Hoi, ja. Gonneke. Hoi. Ik ben Willeke. Elisabeth. Hallo. Willeke. Dag, ik ben Kees. Hoi. Dag. Ja, jij bent door de ballotage van Kees heen gekomen. Maar ik vind het ook leuk dat zij er zijn die het niet weten. Tuurlijk. Heel leuk. Ja. Willeke kan gaan zitten. Jullie kunnen met elkaar in de slag. Jullie op het doek en jij als model. Heel erg veel plezier, mensen. Nou, dankjewel. Ik heb... Ik zit wel in een jasje. Ik zit ook in een heel moeilijk strak rokje. Als jullie zeggen van, wil je dat uit of niet? Of ik ben nu even lekker mezelf. Maar zou ik voor de vrijheid mogen hebben om bijvoorbeeld zelf iets te kiezen? Hoe bedoel je? Iets anders. Dat ik... zolang het niet bloot is, dan mag je kiezen. Maar ik heb niks bij me. Nee, maar ik maak het niet helemaal af. Hè. Ik maak hier gewoon een... Jij mag zelf iets kiezen. Als je mij een mens laat en niet een beest, dan vind ik... Ja, maar dat laat ik... Dat is niet, voor hetzelfde geld ben ik een koe eronder. Dat mag je model beoordelen, hoor. Dat mag je model beoordelen. Maar goed, dat is ook grappig. Allee, oké, nou. We gaan gewoon beginnen, jongens. Ja. Oké. En de eerste streken worden op het doek gezet. Elke minuut willen ze benutten, want de dag is zo voorbij. Willeke, wanneer wist jij eigenlijk zeker, ik wil actrice worden? Toen mijn oma mij meenam naar de bioscoop. En toen heb ik gezien films van Doris Day, Esther Williams, Roy Rogers. En ik heb daar zo gedroomd, met name met mijn oma. En ik had iets van, dat is het. Dat gaat het worden. En wat voor droom had je van je leven toen? Mijn droom was de droom die ik mij altijd al zelf vertelde. Want als meisje hield ik erg veel van de natuur. Maar dan ging ik in een duinpan zitten, keek ik naar de zee. En dan had ik iets van, ik wil achter die horizon. Ik moet achter die horizon, ik weet niet wat daar is. En dan ging ik mezelf verhalen vertellen, wat niemand mocht weten. En dat was natuurlijk altijd een prins op het paard. En kindertjes, ja, altijd. Hoe ging dat in die liefde toen je 17, 18, 19 was? Nou, mijn eerste liefde, ik werd meteen verliefd. Ik moest dus een toelatingsexamen doen voor de toneelschool. En dan moet je ook mensen zoeken die jou een beetje les geven en zo. En toen kwam ik bij de ouders van Rutger Hauer. Dat wist ik toen nog niet, ik kende hem helemaal niet. En die gaf mij les in mijn toelatingsexamen. Dus ik heb... Ja, Rutger eigenlijk ontmoet, omdat zijn ouders die hadden dus elke Pasen een paasspel. En ja, we speelden daar in de kerk op de Amstel daar. En dat was allemaal heel erg leuk. En ik geloof dat het daar begonnen is. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, 3 à 4 jaar. Ja. Rutger was het niet. Werd het... Nou, toen kwam er een volgende. Leendert? Dan werd het Leendert, ja. Leendert Janzee, kunstenaar? Ja, de vader van mijn dochter. Ja. En dat was ook bijzonder interessant. En het kwam ook door zijn beeld, zijn eerste beeld.
Hij moest uitleggen wat het was en zo. En hij zat te stuntelen. En ik werd ontzettend verliefd op die man. Met die, ja, een prachtige man. En hele mooie schilderijen. En natuurlijk is het allemaal triest geëindigd omdat hij zich van het leven heeft benomen. Maar ik heb toch een heel mooi leven met die man gehad. Het was iemand, een kunstenaar, die veel te ver in de toekomst leefde. En iets had van... ondanks dat, natuurlijk was hij ook manisch depressief, maar hij had iets van... Hij wist ook een beetje hoe het leven door zou gaan. Hij wist gewoon, het is nu op dit moment de hoogconjunctuur en het gaat alleen maar zo. En hij heeft allemaal gelijk gehad. Ja. Hij had iets van, dit is het voor mij. Was de tijd vooruit. Ja, absoluut. Maar dat hebben ze altijd, kunstenaars hebben dat heel veel. Maar ze zijn niet allemaal manisch depressief. Nee, gelukkig niet. Anders hebben ze niet meer. Maar je zit daar middenin. Die grote liefde redt het niet. Die wil het leven niet. Die laat jullie dus gewoon eigenlijk in de steek. Hoe naar dat ook voor hem is. Jij zit daar, je moet geld verdienen. Je hebt dat kind waarvan je hebt gezegd, dit is mijn taak. Dan denk ik, nou, hele klus. En je zit daar nu wel enorm beautiful over te stralen, maar dat nou, nee, dat is toch ik heb het heel goed doorgeworsteld, moet ik wel zeggen. Doorgeworsteld. Maar het is heel moeilijk überhaupt om te accepteren dat iemand zelfmoord pleegt. Mm-hmm. Dat is niet te accepteren. En dat is het allermoeilijkste geweest eigenlijk. Wat is er niet aan te accepteren? Nou, als je... Hij heeft altijd gezegd dat hij ontzettend van mij houdt. En ontzettend van het kind houdt. En toch doet iemand zoiets. En dat duurt heel lang voordat je kan accepteren dat elk mens mag beslissen over zijn eigen leven. Ten koste van? Ja. En toch mag elk mens mag dat. Ja, dat vond je toen toch niet? Jawel. Echt? Ja, daar heb ik wel aan gewerkt om daar toe te komen. Tuurlijk ben je ook woedend. Ik ben nu nog, kan ook wel eens woedend zijn. Denk ik zeg, lul, je bent er helemaal niet. Kijk, wat een leuk leven. Fantastisch. Maar je moet het begrijpen dat hij niet meer verder kon. En ik geloof ook in zeven levens. Hij had het gehad. Het was een hele oude wijze man toen hij daar... opgebaard lag, 33 jaar oud. Hij was altijd een hele jonge man. En toen hij stierf, was hij heel oud. En heel gelukkig. Wil ik wel iets vragen? Ik ga je handen tekenen, eventjes. Ja. Een schetsje maken. Dan gaan we kijken of we een pose kunnen vinden die een beetje overeenkomt met wat ik op schilderij heb staan. Ja. Maar ik wil allebei je handen goed zien. Ja, dan moet ik voor haar zo kijken. Ja, nou, ik doe die handen niet, ik doe haar gezicht. Dus als haar gezicht weer hetzelfde is als de net... Ja, daar heb ik nog even niks mee te nee, show-afdeling. Nee, ik zo zit ik split mezelf in twee. Zo zit je helemaal Willeke neemt geduldig elke pose aan die nodig is. En daar maken de kunstenaars dankbaar gebruik van. Gonneke. Ja, Hanneke. Wat heb je tot nu toe gedaan? Nou, op dit doek heb ik niks gedaan. Ik leg heel vaak of een paarsige of een groenige of blauwige ondertoon, zeg maar, onder mijn schilderijen. En als ik naar haar huidskleur keek, dan vond ik paars van die drie, zeg maar, het beste erbij passen. Jij maakt altijd nogal uitgesproken portretten. Er is veel op te zien. Ja. Is Willeke een goed model daarvoor? Ja, hoewel ik nog wel tegen vind vallen dat ze... Ik verlies dat ze zoveel... Hier, dit stuk heeft ze niet zoveel rimpels. Ze heeft heel weinig rimpels. En liever heeft veel meer rimpels. En waar je natuurlijk ook altijd heel veel aan ziet, is het voorhoofd. En daar hangt allemaal haar voor. Dus dat is ook nog wel... En ze heeft een dikke laag oogschaduw op. Dus dat als ik straks de foto's zie, dan ga ik dat eerst eens even wegdenken. Gonneke, ik wens je echt heel veel succes. Ja, volgende week komen we kijken. Ja, maar dat komt wel goed. Elisabeth, je hebt hier een schets gemaakt, daar op de grond. Mm-hmm. Maar dit is wel een andere hoek dan waar je nu zit, hè? Mm-hmm. Is dit de keuze die je gaat maken ook voor het... Denk het niet. Je ziet wel genoeg, maar ik vind haar gezicht mooier van de zijkant of karakteristieker. Nee. Dus de kans bestaat dat we dit helemaal nooit terugzien? Dat die kans bestaat. Is die kans groot? Ja. Oh.
Kees, hoe gaat het? Prima toch? Ja, prima toch. Het is aan jou. Ik zou dit zo aan de muur hangen, maar misschien dat jij nog niet helemaal klaar bent. Nee, dit is nog maar een hele sumiere onderschildering. Een sumiere onderschildering? Ja. Ja. Wat wil je op dat doek krijgen van haar uitstraling? En wat is dat? Nou, dan moet ik even iets vertellen. Misschien is dat niet leuk voor Willeke, maar ik moei me niet met het model. Ik weet niet wat ze voor iemand is. Oh. Dat maakt me niks uit. Oh, nee. Ik kijk ernaar. En dan kijk ik naar of het goed klopt allemaal, of het mooi een mooi beeld oplevert. En dat is voor mij Willeke. Jij bekijkt iemand dus eigenlijk heel schildertechnisch alleen maar? Ja, ja, natuurlijk. Ik ben schilder. Je bent geen psycholoog of geen waarzegger? Nee. Dat is weer een andere discipline. En daar moet ik me ook helemaal niet mee. Die kunnen ook vaak helemaal niet schilderen, hoor, psychologen. Dat weet ik niet. Maar, wat gaat hier nog allemaal aan gebeuren? Over alles. Er gaat nog een heel schilderij overheen. Dit is nog maar een ondergrond, dus een bodem. Waar ik een schilderij op ga zetten, waar ik het aanhang, zou ik maar zeggen. Hè? Heb je genoeg tijd om dit af te maken? Ja, meer dan genoeg. Nee, dat schilderij maak ik in een dag af. Oh ja? Ja, als ik eenmaal zover ben, dan ben ik het zo klaar. Als ik eenmaal alle informatie heb, hè, echt alle informatie, dat ik zeg, nou, dan is het zo gedaan. De poseersessie is alweer over de helft. Zullen ze genoeg tijd hebben om alle informatie bij elkaar te halen, zoals Cornelis dat noemt? We laten ze maar rustig werken. Willeke, 2 jaar geleden kreeg je kanker. Chemo, operatie, alles. Het is nu 2 jaar later. Wat heeft dat eigenlijk met je gedaan? Nou ja, ik heb het genomen zoals het kwam. Ik heb toch wel eventjes iets gehad van, zeker toen de foute diagnose gesteld werd. En dat ik dacht van, ja, nu kan ik mijn begrafenis wel gaan regelen, want daar is mijn jongste tante is daar aan overleden. Maar ja, op het moment dat je in de molen zit, dan denk je van, ja, maar ik ga wel even vechten. En dat is ook het enige wat je kan. En je kan je alleen maar overgeven en aan de mensen die het beste met je voor hebben, maar ook het beste jou weer beter kunnen maken. En op het moment dat het echt, dat je het gevoel hebt, het gaat goed, dan is het van, ik mag nog even langer leven. En dan ben je zo gelukkig en dan, ja, dan geniet je van alles dubbel. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is wel zo. Ja. Dat zal ook altijd blijven zo. Omdat je nooit gedacht had dat je die ziekte zou krijgen. Je hebt meer iets van... Je houdt altijd bij je dat het weer terug kan komen. En voordien had je daar nooit aan gedacht. En daar blijf je mee bezig zijn. Dus elke keer dan... Ja, is het weer opnieuw van, oké, ik mag weer wat langer leven. Je hebt veel geluk gehad, maar je hebt ook veel pech gehad. Al met al, is er een balans nu? Ja, je moet altijd teruggaan naar een balans. En dan, ja, dan val je wel weer een beetje uit elkaar. Ik weet niet wat er gebeurt allemaal. En dan ga je weer terug naar die balans, dat moet. Dan huppel je nog wel lekker door het leven. Ja. Ben je iemand die wel eens piekert over de toekomst? Nee, niet meer zo. Niet meer zo? Nee. Nee, dat komt denk ik omdat ik toch het gevoel heb, als ik er morgen niet meer ben, dan heb ik een geweldig leven gehad. Ik heb niet meer iets van... Ik wil niet zoveel meer. Ik wil alleen maar de basic dingen dat er goed zijn. Dat de mensen om me heen van wie ik hou, dat die gezond zijn en gelukkig. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat houdt me wel bezig, maar daar moet je niet altijd aan denken. Je moet gewoon lekker leven. En als het werken ooit ophoudt? Dan zal ik doorgaan met lekker leven. Nou, Willeke, de dag zit erop, zo goed als. Je bent urenlang bekeken,
van alle kanten door drie kunstenaars. Hoe is het geweest? Nou, het was, ik vond het, ja, op zijn Hollands gezegd, gezellig. Gezellig. Dan is het natuurlijk ook zo dat ik het leidend voorwerp ben. Dus ik hoef er ook niet zoveel te doen. Ik moet wel geduld hebben. Meewerkend voorwerp dus ook? Ja, ja, dat wel. Heb je een bepaalde angst of hoop wat ze ervan maken? Nou, ik denk dat het allermoeilijkste is dat ik niet kan kiezen. Ik denk dat het allermoeilijkste is. De dag zit erop. De kunstenaars hebben Willeke gelukkig lang genoeg kunnen bestuderen. Ze maken nog een paar foto's voor de komende weken in het atelier, want vanaf nu moeten ze het zonder Willeke doen. Over 2 weken is de onthulling. En dan pas mag Willeke voor het eerst de portretten zien. En hoe gaat het nu, een week later, met de schilders? Op naar Cornelis, de meesterschilder van het stijl. Nou, dit is het meest sprookjesachtige atelier en heel landgoed wat ik ooit heb gezien. En midden daarin, in je atelier, Kees, zie ik Willeke. Zo. In opzet, hè? Ja, 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 natuurlijk. Zo lang niet af. Hè? En wordt het uiteindelijk... Ik kan echt niet wachten, ja? Maar wordt het zo'n portret wat helemaal... mooi glanzend en helemaal verfijnd. Ja, want dit is nog dit is schetsmatig nog. Schetsmatig. Ja, ik ga dat helemaal nog een beetje uitwerken. Maar dat is snel gebeurd, hoor. Dan moet je op de Dam gaan staan, zeg, als snelschilder. Ja, nee, dat is iets anders. Dat gaat om de gelijkenissen. Ja. Daar kun je mee, maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om het schilderij. Hè? Ben je tevreden tot nu toe? Ja, ik denk dat het, ondanks alle restricties die ik heb gekregen, dat het toch een redelijk portret gaat worden. Jawel. Gonneke had vorige week nog maar weinig op haar doek gezet. Zou haar schets zijn uitgegroeid tot een volwaardig schilderij? Gonneke, wat is er gebeurd intussen? Nou, wat er intussen gebeurd is, is dat ik overnieuw begonnen ben. Ja? Met name ook omdat ik in de poseersessie niet zo ver gekomen ben. En ook vooral bezig ben geweest met sfeerproeven. En ik wilde eigenlijk een portret maken waarbij ik haar gezicht echt heel erg naar voren zou brengen. En waarbij ik haar heel confronterend neer zou zetten. Typeer de vrouw is die we hier nu zien? In ieder geval een hele waardige vrouw. Beetje dromerig omhoog kijkend. Moet je nog heel veel doen? Nou, voor mijn gevoel moet ik nog heel veel doen. Vooral veel keuzes maken. Maar... we mogen er toch wel op rekenen dat we deze prachtige opzet volgende week wel zo zien, hè? Dat we niet een hele andere... Je ziet haar in ieder geval op deze manier zitten. Okay. Van Wageningen naar het Amsterdam van Elisabeth. Hoe is zij de afgelopen week verder gegaan? Elisabeth, ben je doorgegaan op de schets die je gemaakt had in Tuschinski? Nee, niet. Die was niet goed qua licht, die was niet goed qua pose. Ik kon er niet goed zien. En het was te stijf, het was een soort... Nee, het was het gewoon niet. Nee. Waren er bepaalde dingen die moeilijk waren? Om haar eerst, je weet wanneer het goed is. Op een gegeven moment kijkt ze je aan en zegt, ja, nu is het goed. Maar voordat je de blik hebt en je denkt, dat is er... Hier zitten nog wel 4 andere gezichten onder die het net niet zijn. Oh. En op een gegeven moment denk ik, ja, en dan is het goed. Je weet niet waar aan het ligt, maar opeens herken je van, dit is wat ik zoek. En als ze dus zegt, ik ben het wel, maar ik wil het toch niet thuis hebben. Ja, dan wordt iemand anders er blij mee, hoop ik. Ja. Twee weken geleden poseerde Willeke van Amelrooy in Tuschinski in Amsterdam. De drie kunstenaars wrongen zich in allerlei bochten en gingen zelfs op de grond zitten om haar van dichterbij te kunnen tekenen. Is het ze gelukt om deze veelzijdige actrice treffend op het doek te krijgen? Zo dadelijk weten we het, want hier in het Centraal Museum in Utrecht vindt de onthulling plaats en mag Willeke haar favoriete portret direct mee naar huis nemen. Maar eerst kijken we naar een nieuwe aanwinst van het Centraal Museum. Ik sta hier bij een beeldje met Edwin Jacobs. Hij is directeur van het Centraal Museum hier in Utrecht.
En dit beeldje, ja, je ziet ze wel eens op piano staan van Bach of van Beethoven of zo. Wat, vertel eens iets over dit portret. Het is een portret van een kind. Het kind is 8 jaar. Het is Carolus Richard. Later een befaamd arts in Utrecht. De maker hiervan, van dit portret, is Jacob Cressant. Hij maakte dat in 1730. En het is heel gedetailleerd, hè? Je ziet alle plooitjes, rimpeltjes, krulletjes. Ja. Dat is ook uitzonderlijk als je bedenkt van welk materiaal het gemaakt is. Namelijk? Je denkt steen of ja. Je denkt marmer. Dat is van gips. En dat is heel bijzonder. Eigenlijk is het materiaal wat voor studiebeeldjes werd gemaakt. Maar nu kijken we naar een heel volwaardig eindresultaat. Het is heel gedetailleerd gedaan, heel aandachtig. Ja. Jullie hebben dat tot jullie grote vreugde verworven onlangs. Ja. Ja. Waarom die vreugde? Nou goed, de Bank Giro Loterij, dat is een heel belangrijke sponsor van het museum. We hebben werken uit de 17e eeuw, we hebben werken uit de 19e eeuw, portretkunst. En ja, met die hulp, met die steun, konden we nou net dit prachtige kindportret uit die 18e eeuw verwerven. Hm. En vanaf juli is het te zien, hè, in het museum? Ja, vanaf juli is het in het museum te zien, ja. Nu eerst naar een nieuwe winnaar van de Ton van Rom. Hallo, hier is Rom, met de Ton. Inmiddels vertrouwd in het Nederlandse straatbeeld. Wij bevinden ons vandaag in Alphen aan de Rijn. Daar woont de winnaar van de 100.000 euro in de Bank Giro Loterij. We hopen dat ze thuis is. Goedemiddag. Goedemiddag. Schrik niet, mevrouw. Schrik me naar. Hoeft niet, ik kom met goede bedoelingen. Daarom. U herkent me meteen. Ja. Mevrouw Verhaar, u doet mee in de Bank Giro Loterij. Dat is correct, ja. En in ene staan we voor uw deur. Ja. Dit is voor ons een belangrijk requisiet. En ik heb hem ook deze keer bij me. Zou u zo goed willen zijn om het deksel voorzichtig af te halen? Natuurlijk. Kijkt u even. Dit is een wat groot uitgevallen bankpas. Ja. En met veel nullen. En er komt geen end uit de nullen. Nee. Dat betekent, mevrouw Verhaar, dat ik u mag overhandigen... 100.000 euro. Luister maar even uit. Dat is fantastisch. Hartelijk bedankt. Nou, wat een spontane hartelijk reactie. Bedankt. Nou, u bedankt voor het meedoen. Ja, ik ben nog steeds onder de indruk. Ik zie het. Ja, spijt me. Ja, dat gebeurt niet iedere dag. Nee. Misschien heeft u stiekem ook wel wensen die u wilt vervullen. En u bent benieuwd of u deze week ook bij de Gelukkige in de Loterij hoort. Bezoek onze website, daar kunt u alles vinden. En wij gaan gauw terug naar Hanneke Groenteman. Want die heeft een heel mooi onthullend moment in Sterren op het Doek. Nou, dames, meneer, het is bijna zover. Jullie staan voor de doeken. Hoe is het gegaan sinds we in de ateliers zijn geweest? Is het willeke geworden? Dat vind ik wel, ja. Ja? En bij jou, hoe is het bij jou gegaan? Ja, ik vind wel dat ze er mooi op staat eigenlijk. Cornelis, jij zei ik kan het in 2 dagen. Toen we bij je waren had je er 1 dag aan gewerkt. Is er nog een dag bijgekomen en that's it? Ongeveer, ja. Ja. Ik heb gewoon een laag overheen gezet voor een paar laagjes. Nou, het is altijd een beetje moeilijk, maar ik zou jullie willen vragen om in een andere ruimte even te wachten. Dat ze echt zonder beleefdheidsremmingen haar keuze kan maken. Oké, Willeke, daar staan de schilderijen. Zometeen gaan we ze onthullen. Heb je er nog veel aan gedacht eigenlijk de afgelopen weken? Voortdurend. Voortdurend zelfs? Ja, want ik dacht, wat verschrikkelijk dat ik moet kiezen. Mm-hmm. Ik heb echt nachtmerries bijna van gehad. Waarom? Nou, er zijn zulke ontzettend leuke mensen en dan moet je straks gaan kiezen. Ja. Dan denk ik, wat is het als dat moeilijk zijn. Zullen we gewoon beginnen? Ja, is goed. Ja. Ik ga dan nu het eerste schilderij onthullen. Hier komt de eerste. Oké. Oh. Goh, wat mooi. Ik ben helemaal ontroerd. Ongelooflijk. Ik ga naar het tweede schilderij. Je bent helemaal aangedaan, hè? Ja. Oké, tweede. Komt-ie. Oh, wat leuk. Oh, wat is die leuk. Ja, dat ben ik ook.
Oh, wat erg dat ik moet kiezen. Oh, wat erg. Ik zie je wel. Mijn nachtmerrie is niet voor niks geweest. Goh, wat mooi. Ik ga naar nummer 3. Oh, wat erg. En hier komt nummer 3. Oh, wat lief is die. Goed, we hebben lief, we hebben leuk en we hebben ontroerend. En we hebben jou. Jee. En jij moet kiezen. Helemaal in je eentje. Ik laat je alleen met de schilderijen. Neem je tijd. Veel plezier. Oh, de reactie van mij. Oei, 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 oei. Goh, zeg, die grote handen, die grote benen. Het is wel goed getroffen, hoor, buiten het gezicht. Nou, ik kan het nog niet. Ik kan nog niet kiezen. Zelfs mijn scheve mond komt uit. Nu trek ik altijd een beetje recht met de lippenstift. Ik wil er een beetje... even recht die lip. Ik wil dat die bij mijn ouders hangt. Ik wil dat die bij mezelf hangt. Of die bij mezelf hangt en die bij mijn dochter hangt. Dus dat wordt heel moeilijk. Dat wordt heel moeilijk. Kies ze voor het monumentale erfstuk van Cornelis? Is het prachtige werk van Gonneke haar favoriet? Of neemt ze het vrolijke portret van Elisabeth mee naar huis? Er is nog nooit een onthulling geweest die zo in vertwijfeling werd doorgebracht. Waarom lukte het niet? Nou, ik zit nu heel erg aan te denken, want ik vind dat ik er moet ophangen. Ik vind dat ik moet ophangen. Oh. Kijk, ik wil ze alle drie hebben. Dit is mijn erfstuk. Dat is, vind ik dus, hè? Voor... Zo ga je de eeuwigheid in. Ja, daar ga ik, zo wil ik de eeuwigheid in. Deze vind ik... het mooiste op afstand. Want als ik dichterbij kom, dan schrik ik. En wat zeg je van die? Die kan ik ophangen. Daar kan ik naar kijken. Dat betekent dat jouw schilderij, Elisabeth... ja. ...uitgekozen wordt. Nou, waanzinnig. Om op te hangen. Nou, dat was een zwaar proces. Vreselijk. Maar je hebt een prachtig schilderij. Het is echt verschrikkelijk. Ja. En die twee blijven nog in de running, hè? Ja, ik ga bieden. Voor je moeder, voor je kleinzoon. Ik ga bieden voor de ja. hele familie aanzet ja. worden. Ja, absoluut. Je bent eruit. Dank je wel. Heel erg leuk. Ik ben eruit. Oh, wat goed, wat goed. Nou, het was moeilijk, maar Willeke heeft haar keus gemaakt. Het schilderij van Elisabeth gaat mee naar haar huis. De andere twee kunstwerken die worden geveild voor een goed doel. En als u daar meer van wil weten, moet u even op onze website kijken. En wie weet is een van die twee schilderijen binnenkort wel van u. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Bankgiro Loterij.